harte welkom allemaal hier in de Dullaert bij de literaire avond. Deze literaire avond wordt georganiseerd door Hulst Cultureel in samenwerking met de bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen. Goed, nou ja, zoals u weet, we hebben vanavond drie schrijvers in de house. Daarvoor bent u gekomen, neem ik aan. Daar wel even meteen bij te zeggen, er zijn op dit moment twee schrijvers in de house. En de derde is nog onderweg, die staat nog ergens op de Ring van Antwerpen. Ja, het zal wel weer een keer niet. Maar wij gaan gewoon beginnen op het gemakje en schrijver nummer drie, u zult zo dadelijk wel zien wie diegene is, die komt gewoon zo dadelijk binnen gedruppeld. Zoals bij binnenkomst hebben we dan ook hardmuziek van Marjolein Vernimmen. Mag ik even een applausje van Marjolein? Nu ben ik er vanavond om het gesprek een beetje op gang te houden. Maar dat ga ik gelukkig niet alleen doen. Want ik ben een gelegenheidsduo met een heel bijzonder iemand vanavond. We hebben dit nog nooit eerder gedaan. Maar ik ga mijn collega-presentator vanavond er even bij vragen. Burgemeester Ilona Jetsen van Haag. Ilona, hoe is het om nou eens naast mij te staan vanavond? Ja, dat is natuurlijk een droom die uitkomt. Dat is onze gekheid. Wij zaten in een voorbespreking en... We zijn een soort olijk duo. We gaan echt proberen om er een mooie avond van te maken. Maar we komen in vrede vanavond. We komen in vrede, ja. Vrede op aarde. Ze staan hier al achter het scherm te wachten. Geef ze een applaus. Malou, Holshuizen en Peter Zanting. De schrijvers, ze zijn die. Kenden jullie ze al voordat jullie naar de literaire avond kwamen? Of eigenlijk niet? Nee. Wel. Ja, welkom. Dank je. Ik ben Malou. Hallo Malou. Hallo. Wat mensen van mij zeiden, ja, het liefst dat ik schrijver ben. En je zei net, ze hebben allemaal welke prijzen. Ik heb 0 prijzen gewonnen. Oh, ik ben wel vorig jaar genomineerd voor de Hebban debuutprijs voor mijn eerste roman, Zacht op Lachen. Maar daar is Koen Karis mee vandoor gegaan. Maar ja, die is hier niet. Gelukkig. Verder maak ik podcast. Eentje heet Tussen 30 en Doodgaan. En de ander heet Dit komt nooit meer goed. Dus het klinkt... Oh, dat is hoopvol. Ja, het klinkt... Moeten we, zijn er mensen die nog uitgelegd willen hebben wat een podcast is? Of weet iedereen wat dat... wel? Ik zie... Ja, ik zie toch qua gemiddelde leeftijd. Ik weet niet of we dat nog wel doen. Ja. Nee. Dat weet iedereen wat het is. Nee, dan gaan we door. Ja. Verder ben ik nu een toneelstuk aan het schrijven wat ik in 24, 25 zelf ga spelen, een monoloog. Oh wow. Ja, en persoonlijk, ik woon in Antwerpen sinds kort, een half jaar, van Amsterdam naar Antwerpen verhuisd. En dat vind ik heel fijn, daar ben ik heel blij mee, waardoor ik nu ook op tijd ben. Ik ben een half uurtje rijden. Ja. En ik heb geen rijbewijs, misschien dat is ook wel heel persoonlijk. Ja. Nou, dan gaan we even naar Peter, hè, denk ik. Ja, is Peter. Peter weet sinds vandaag wat de Breda-bus is. Ja. Hey. En Peter weet ook hoe belangrijk het is dat de Breda-bus moet blijven. Moet blijven bestaan, dus als ik daar voor, op dit podium voor kan pleiten bij deze. Want ik heb wel een rijbewijs sinds een paar jaar, maar om even bij het thema te blijven wat mijn moeder aansnijdt. Ja. Maar ja, als je in de trein in de bus gaat zitten, kun je ondertussen lezen. Of wat schrijven, of anders werk doen. Dus ik dacht, dat doe ik toch, ondanks de lange reistijd. Jullie zijn allebei romanschrijvers, maar jullie doen dus ook een heleboel dingen naast. Jij maakt podcast, je bent een presentatrice, je bent columniste. Jij hebt zelf ook, Peter, een journalistieke achtergrond. Of ja. Zijn jullie ook vanuit journalistiek begonnen met het romanschrijven? Of wat is eigenlijk jullie aanloop geweest naar het... schrijven worden. Ik weet eigenlijk niet, heb je zoiets als een schrijvershogeschool of een schrijvers... Misschien wel, maar die heb ik in ieder geval niet gedaan. Nee. Volgens mij bestaat het toch ook niet, of wel? Of, nee, ja? Je hebt wel een aantal, geloof ik, schrijversvakschool waar je cursus zou kunnen leren. Ja, en misschien dat een studie Nederlands of een studie literatuurwetenschappen een start zou kunnen zijn, maar volgens mij is dat voor de meeste schrijvers niet het geval en gaat het toch om enige vorm van... zelf leren. Ja, en hoe begint dat dan? Of waar begint dat dan? Malou, bij jou, waar is dat begonnen? Bij mij begon het heel vroeg, maar eigenlijk heel onbewust. Dus ik was wel altijd al aan het schrijven. Dagboeken, servetjes. Oh ja. En is dat dan van kind af aan al? Ja, echt als kind. En ik
ben eigenlijk bij de radio terechtgekomen, waar ik items schreef voor onder andere cabaretiers. En dat vond ik eigenlijk veel leuker, steeds leuker worden dan het radio maken zelf. En toen ben ik columns gaan schrijven, toen ben ik af en toe voor de krant mocht ik dingen schrijven vanuit de journalistiek. Hoe is dat voor jou, Peter? Waar is bij jou het schrijverschap begonnen? Waar is dat zaadje geplant? Ik weet wel dat ik dat vroeger altijd heel leuk vind. Ik denk ook dat ik het op een gegeven moment vergeten ben dat ik het leuk vond. Laat me zeggen, tijdens mijn tienerjaren, dus dat ik daar in die tijd minder las, helemaal niet schreef. En dat ik dat begin 20 wel weer oppakte. Gewoon wilde kijken waar dat me brengen kon. Dus dat betekent af en toe inderdaad een stukje opsturen naar de krant. Een eigen weblog beginnen waar je af en toe gewoon om schrijvende te blijven. Ja. En in die tijd belandde een column van mij in de krant die ik geschreven had. En daarop stuurde een uitgeverij. Of een uitgever, Mitzi van der Pluim, die zat toen nog bij een andere uitgeverij waar ze nu zit. Mijn berichtje van dat ze vond dat goed geschreven was en of ik misschien aan een roman bezig was. Hoort weer klopt daar kinderen, hoort weer klopt daar kinderen. Hij is zo, dat was een goed dag. Dames en heren, Tommy Wieringa. We hebben het gehad over waar mensen inspiratie vandaan halen, hoe je tot schrijven komt. Kan je daar iets over vertellen? Waar zit het voor jou? Jij schrijft natuurlijk al, hoe lang schrijf je al? Ik denk wel een jaar of 11 of 12, toen ben ik echt begonnen met een dagboek. Het dagboek ging over in liefdesbrieven. Liefdesbrieven werden poëzie. Poëzie werd een kort verhaal. Een kort verhaal werd een roman. En sindsdien ben ik verloren voor de roman. Ja, dat is nooit meer veranderd. Is jouw laatste roman de beste? Nee, de volgende. Ja. Is die al in de markt dan, de volgende? Ja. Nee, dat wordt heel goed, ja. Nou, dan wachten we daarop. Nee, maar kijk, dat is dat. Ik probeer daar geen hiërarchie in aan te brengen, omdat ik heb niet het gevoel, dat is natuurlijk wel zo, maar ik ben niet dezelfde als toen ik 27 was en ook niet van 37. Dus het is, dat is nou juist het fantastische van dat schrijven, dat je met elk boek weer nieuw kunt zijn. Je mag jezelf voortdurend opnieuw uitvinden en je bent niet verplicht aan het verleden. En dat vind ik een van de grote vrijheden die de literatuur je schenkt. Dan zou ik zeggen aan Marjolein, take it away. We gaan even een half uurtje met pauze. Tot zo dadelijk. Dankjewel voor je mooie muziek vanavond. Nou, we zijn er weer. Allemaal een plasje gedaan, drankje gehaald. Heel goed, heel goed. Dan gaan we naar het tweede deel. Ze waren van Tommy ook eigenlijk benieuwd
Marlou is heel chaotisch, die gaat als een bezeten, die sluit zich op, alleen gaat zitten schrijven. Peter, die gaat dan weer heel schematisch, heel gestructureerd werk. Hoe ziet zo'n schrijfproces er bij jou uit, Tommy? Dat is verbijsterend eenvoudig. Ik spring van zin naar zin en als de zin die ik heb geschreven niet deugt, dan ga ik niet door naar de volgende. Dus dat is een heel gepruts voordat die goed is, maar dat betekent wel dat ik er daarna weinig werk mee aan heb. Als we het nou hebben over jouw laatste boek, het is net uit, Nirvana. Ja. Jij zegt, ik schrijf alles eigenlijk helemaal op, zo in de volgorde zoals het ook in het boek staat. Maar ja, de onderwerpen die jij natuurlijk behandelt, ga ik ook vanuit dat je daar best wel wat onderzoek, wat research voor hebt moeten. Doe jij dat tijdens het schrijven of doe je dat allemaal voorafgaand aan dat je begint met de zinnen maken? Nou, ik heb nog nooit een boek gemaakt met zoveel onderzoek, waar zoveel onderzoek aan vooraf ging. En dat is meteen het antwoord, het ging eraan vooraf. En ik wilde eerst heel veel weten van allerlei onderwerpen, zoals petrochemie en offshore en bepaalde onderwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. En daar heb ik heel erg mijn tijd voor genomen, omdat ik het ontzettend leuk vond om in het archief te zitten. En het archief is een geweldige plaats, het NIOT in Amsterdam bijvoorbeeld, of het en in mindere mate eigenlijk het Nederlands archief, het archief in Den Haag. Maar NIOT is heel leuk. Er zitten ook heel veel oude mannen. Ik denk dat ze als jonge man in het archief gekomen zijn. En daar nog steeds zitten. De uitgang niet gevoeld. Nee, precies. Nee, want omdat alles wat je begint, waar je aan begint te lezen, en dan denk je, nou, maar dan wil ik eigenlijk de afslag ook kennen en dan vervolgens daar weer de afslag van. Dus je kunt een leven lang in een archief opgesloten blijven en nooit ophouden met lezen, onderzoeken en aantekeningen maken. Maar Peter, misschien, want jij hebt in jouw boek de zoektocht gemaakt naar die volgende generatie. Ja. Kun jij 7 generaties vooruitkijken? Durf je het? Nee, ik denk dat het onmogelijk is voor de meeste van ons. En ik denk dat dit inderdaad al een hele gedachteoefening is. Ja, wat ik probeer te doen in dit boek, omdat op het moment dat mijn hoofdpersoon vader wordt, verlegt de grens waarbij je misschien in jezelf nog geneigd bent te denken van après moi la douche, na mij de vloedgolf, verlegt zich naar het verwachte levenseinde van je kinderen en niet dat van jezelf. Hoe lang van alle research die je doet tot het moment dat de laatste versie opgestuurd wordt, wat is de tijdsspanne? Nou, dat verschilt. Kijk, het was een hele onrustige tijd. Ik ging eerst ben ik met het vorige boek, De Heilige Rita, ben ik eerst een half jaar, drie kwart jaar onderweg geweest. Overal voorlezen en zo. En toen ging column schrijven voor zijn krant. En hij was ook een tijdje, hij was ook een tijdje eindredacteur. Bij NRC, hè? Dat ook. Ja. En dan ging hij die stukjes lezen en zei, nou, dat is niet zo goed. Hij pakt even zijn kans op. Je ziet nog wat uit. Nee, en dat vroeg eigenlijk heel veel tijd. En mijn voorganger op die plek in die krant was Bas Heijnen, maar die begon ooit als romanschrijver. Hij heeft een paar romans gepubliceerd en die heeft dat eigenlijk daarna niet meer gedaan. En ik denk, die heeft wel eens gezegd de interesse in fictie gewoon helemaal kwijt. Oh ja, maar ik denk ook dat die column in die krant daaraan bijdraagt. Want dat is op pagina 2 en dat is bijna 700 woorden bijna. En dat is gewoon echt wekelijks toch een soort mini-essay waar je heel goed over moet nadenken, omdat al dat soort slimme klootzakken zit dat te lezen. Dan denk je, dan moet het gewoon wel iets zijn. En dan doe je dus heel erg je best, maar intussen vergeet je dat je eigenlijk romanschrijver bent. En dat schiet er dus echt bij in. Maar bij Bas Heijnen... Maar zoals jij weet, ik bedoel, dat krantenwerk vreet gewoon, knaagt stadig aan je werk, het echte werk. Ja. En daar moet je dus best wel zuinig mee zijn en voorzichtig mee zijn. Toen ik het doorkreeg dat het zo was, want het is ook glorieus. Zo'n plaats in de krant is fantastisch. Maar het is geweldig. Ik bedoel, dus elke week gaat het erover en een week niet met de dood bedreigd, dus een week niet geleefd. En allemaal fantastisch. Maar toen
me realiseerde dat het inderdaad een roman opvat, ben ik daarmee opgehouden. Dus dat kwam ertussen. Ja, dat was de zaterdag column in toch? Ja, in de RC, ja. En toen kwam er COVID tussen en toen kon ik niet meer naar het archief, want dat was dicht. Toen ben ik 8 maanden naar Tanzania gegaan en dat was er even ook niet veel. Dus toen, eigenlijk valt het allemaal wel mee hoe lang het duurt. Maar ja. Het was een veelbewogen tijd, toch ook. Ja, absoluut. Ja, ik denk, als ik ook even naar de klok kijk, dat we zo'n beetje tegen het einde lopen van de literaire avond. Ja, jullie allemaal bedanken, Manu, Peter en Tommy, voor de komst, voor deze razend interessante avond. Ga ik nu alweer naar huis. Ja.